Van mij gaan we muffins maken voor suikerfeest. Cool. Ik ben 3 eieren. En daarna gaan we nog wat bloem bij doen. Op suikerfeest gaan mensen bij de familie op bezoek. En als die een kus geven, dan krijgen ze meestal geld van diegene. En ze maken ook veel koeken en muffins en zo. Komt eigenlijk van islamitische feesten. Dat zijn bijvoorbeeld van landen of. Het is gewoon van islamitische feesten. De zakfeest wordt gevierd naar de Ramadan. En de Ramadan is, dat zijn zo mensen die van Ali vasten, iemand vasten. In zakfeest gaan Ali staan ze vroeg in de ochtend op en dan gaan de mannen meestal naar de moskee en als ze terug zijn, eten ze iets en dan geven ze ze een kus op de hand en dan krijgen de kinderen meestal geld van hun ouders. Als ze dat gedaan hebben, gaan ze meestal op bezoek bij hun familie en daar doen ze hetzelfde ding en dan de familie deelt meestal. Onze familie, ze komen naar onze huis en we drinken daar cola en zo, stokjes. Ja, en dan moeten we aftellen van 10 tot 0. En dan zeggen we iedereen gelukkig nieuwjaar, dan geven we kusjes. En dan we doen we die vuurwerk aan, we drinken alleen. Die vuurwerk alleen. We gaan zo naar het park of zo, iets. En dan doen wij de vuurwerk zo aan. Mijn vader is van Spanje en in Spanje doen ze altijd als ze aan het aftellen zijn van nieuwjaar. En het is leuk om eten 12 euro voor elke maand. Goede maand hebben. We tellen eerst keer af, we vragen vrienden zo af en we komen allemaal samen bij een café of buiten samen en zo. Of bij een huis en dan eten we daar, we vieren zo'n feestje en we doen vuurwerk en zo alles. En dan eten we eigenlijk alles en we drinken ook. Bij nieuwjaar gaan we naar familie of zo. Komen naar ons en dan we tellen eerst van 10 tot 0 af
En dan doen we gelukkig nieuwjaar. En dan feesten wij, we eten en we drinken cola, alles. Halloween is een enge feest uit Amerika. We moeten snoep inzamelen om naar huis te gaan en we zeggen snoep of je leven. We geven feestjes op. Is de movie back on! Do it again. Do it again! Do it again! De maskers aan en zwaarden. Maak mensen bang. En vertellen enge verhaaltjes. En we maken ook een pompoensoep. We maken dat eerst leeg. En dan? En dan maken we ogen, een neus en mond. En dan steken we daar een kaars in. Ah, oké. Okay. Ja, ik ga het wel van.